Ja, een invulsom. Let bij het nakijken goed op. Als je het gaat nakijken, dit is niet je antwoord, maar wat je hebt ingevuld. Hè? Als denk je, ik heb heel die som fout, ik kijk even het filmpje. Maar dan kijk je voor niets, want het gaat niet om dit stukje, het gaat om wat je hebt ingevuld. Ja, ik ga het gewoon laten zien hoe je dit aanpakt. Het is een vlekkensom, wordt je ook wel genoemd. Koffievleksom noemen we hem ook wel eens een paar jaar geleden. Ja, het is gewoon invullen dat het klopt. Maak het kloppend. Want dat betekent dat isje, dat betekent is gelijk aan. Dus jij moet zorgen dat aan de linkerkant, aan de ene kant, het precies gelijk is als aan de andere kant. En hoe doe je dat nu? Nou, ik heb net verteld, hè? Dit heb ik al verteld. Nou, altijd eerst overnemen. Dat is echt heel belangrijk. Eerst overnemen. En vind je het fijn, dan kun je ook zeggen, goh, en zet die punt in het midden, hè? Niet zo hier op de bodem, maar echt in het midden. 9a keer. Als je dat fijn vindt, kun je dat ook doen. Heel lichtjes onderaan, niet hier natuurlijk. Onderaan die puntje, puntje, puntje. Is 18AB. Nu moeten we op die puntjes iets in gaan vullen dat het klopt. Nou, als je zoiets had, bijvoorbeeld, en ik zal dat eventjes hier schrijven voor de uitleg. 3x keer 2i, dan was dat 3 keer 2 keer x keer i. En zo kom je dan op 6xi. Hè? Dus je moet dan gaan kijken, als je zo'n invulsom krijgt, de getallen 9, hier staat dus eigenlijk zo'n onzichtbare keer. Dus hier krijg je de 9 keer iets is 18. Kijk eerst wat naar de getallen. Zeg je nou oké, okay, dat is dus 2. Dan keer wat moet je het nog meer doen? Ja, we hebben hier opeens, is opeens de b gekomen. Hier staat eigenlijk 18 keer a keer b. Nou, die 18, dat heb ik nu geregeld. 9 keer 2 is namelijk 18. Maar die a, zover ben ik nog niet. Ik heb alleen maar hier de a. En hier staat ook nog een b achter. Dus daar moet nog een b bij. En nu klopt die. Altijd even nakijken, klopt die wel? En dan krijg je dus 9 keer 2 is 18. A keer b is ab. Dus het is 18ab. Hij klopt. Zet je hier een keerpunt tussen, vind ik het niet fout. Het staat beter zonder punt. En het moet eigenlijk ook zonder punt. Maar ik reken het niet fout. Maar misschien jouw docent wel. Dus vraag even, stel je voor, ik vul hem in met die punten tussen. Rekent u dat goed? Of je ligt eraan wat je tegen je docent zegt. Dan gaan we naar som b. En dan gaan we het weer overnemen. Echt eerst overnemen. Dan krijg je min 12a. Oh, negatieve getallen, goed opletten. Keer iets wat je gaat invullen is. Oh, ik vergeet iets. Min 24ac. Nu zoeken we dus getallen en letters die hierop moeten staan. We moeten die min 12a keer iets gaan doen. En dan moet er dit uitkomen. En dan gaan we eigenlijk in drie stukjes hakken. We kijken eerst naar de minnetjes, dan naar de cijfers of getallen en dan naar de letters. Dus we gaan eerst de minnetjes kloppend maken. Wat hier komt staan, is dat een mingetal of niet? Nee. Want je komt hier uit op 1 op een negatief getal. En plus of min keer plus. Die min weet ik al, hè? Dit is een min. Ja. Keer plus, dat geeft min. Maar die plus schrijf je natuurlijk niet op, hè? Niet opschrijven hoor. Dat doe ik alleen voor de uitleg. Min keer plus, dus een negatief getal keer een positief getal, geeft een negatief getal. Dus we weten al, dit moet een positief getal zijn. Maar dat schrijven we niet op. Dat is echt fout als je ertussen een plusje schrijft. Maar onthoud het. Oké, okay, positief. Je kunt eventueel voor jezelf even zetten positief. Maar misschien heb je dat lang niet meer nodig. Dan moeten we kijken, nu moeten we van 12 dus eigenlijk naar 24. Want die minnetjes niet meer naar kijken. We kijken nu echt even alleen naar de getallen. Keer wat moet ik nu 12 doen om op 24 uit te komen? Keer 2. Dus die minnen hebben we in orde. Die minnen hebben we in orde. Dan kijk je naar de letters. Pardon. Geen moeten worden, ik ben heel erg aan het opnemen. Dan kijk je naar de cijfers, die heb ik ook al. 12 keer 2, dat is 24. En nu moet ik nog even kijken welke letter moet erachter. Nou, als ik dan kijk naar die letters, dan zie ik hier AC staan en hier alleen een A. Daar moet dus een C bij. En dan klopt die. Altijd even nakijken. Min keer plus wordt min. 12 keer 2 is 24. A keer C is AC. Dus wat je in moet vullen. Ik zei bijna min. Dat deed ik zelf bijna. Wat je in moet vullen. Het juiste antwoord is dus 2C. En vraag aan je docent wat hij of zij doet. Of wat die persoon doet, moet ik zeggen. Als je de per ongeluk een keerpunt tussen laat staan. Ik reken het niet fout. Meneer Bliek ook niet, meneer Steenpaal niet. Heel veel bij ons op school niet. In de brugklas. Maar ik kan me voorstellen, jouw docent wel. Dat vind ik niet eens zo verkeerd. Dus dan weet je dat je dat eventjes moet vragen. Als je merkt, oeh, dat doe ik steeds. Let met nakijken op. Ik deed bijna ook. Ik had het over dit als antwoord. Maar dit is natuurlijk je antwoord.
Nou, inmiddels weet je, ken je het principe een beetje, dus hoef ik er minder aan allemaal troepjes bij te schrijven. En nu hebben we c. X keer puntje, 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 puntje is gelijk aan 15xy. Nou, staat hier een cijfer voor? Nee. Dus die 15, die is compleet gegeven, hier staat eigenlijk 15 keer xy, die is compleet gegeven door het stukje op de puntjes. Want nu krijg je 15x en dan voel je wel aankomen, 15 keer x keer y. Geen minnen, dus hoef je net te kijken, dan kijk je naar de cijfers. Nou, hier stond er maar een cijfer voor. Dus dan moet het gewoon 15 zijn. En dan mist er nog de i. En zo krijg je x keer 15 keer i. En dat schrijf je op als 15i. Hè? En zo klopt die. Dus 15i. Dan gaan we naar som d. Het zijn eigenlijk puzzeltjes. En ze gaan steeds sneller naarmate je het vaker doet. En misschien nog niet met deze som, maar als je dan straks ook gaat oefenen voor de toets, zul je zeker zien dat die sneller gaat inmiddels. Zo. 15x kwadraat. Oeh, kwadraatje. En onthoud even, x kwadraat is x keer x. Dus hier staat alleen een x. Dan moet hier ook een x. Maar dat komt strakjes, want we hebben een vast patroon. Als je altijd een vast patroon hebt, dan vergeet je minder snel een stukje. Eerst de plussen of de minnen. Staan er niet in, hoef je niet druk om te maken. Dan ga je kijken naar de cijfers, naar de getallen. Die cijfers zijn de getallen. Nou, 5. Keer x staat hier eigenlijk, is dat eigenlijk 15 keer x kwadraat. Ik moet dus van 5 keer iets doen om op 15 uit te komen. Dat is 3. En nu laten heel veel mensen het zo staan en dat is niet goed. Want je hebt die x, daar moet je van ook naar x kwadraat. Dus keer wat moet je die x dan nog doen? Keer de x. Dus eigenlijk nog keer die x. Maar die punt, die laten we weg. Die punt, die laten we weg. Dus die x moet je nog keer zichzelf doen. En dan krijg je dus hier, wacht even, voor deze is een beetje weggevallen, 3x. Nou, ik zal het even in het zwart schrijven, dat is wat duidelijker te zien. Dus je kijkt eerst van die 5 naar de 15, dan moet ik dus keer 3 doen. Dan klopt die, 5 keer 3 is 15. En die x moet ik keer x doen om op x kwadraat uit te komen. Wat kan helpen, is dat je voor jezelf even dit erbij zet. Niet met is, maar gewoon even, of op een kladje even schrijf x keer x, dat kan soms helpen. Dan gaan we, dus wat je hier invult is 3x. Dus dat is, dit vul je in, dat is je antwoord. Dan gaan we naar som e. Min x keer puntje, 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 puntje is min 3xy. Hier zien we een min staan. En hier staat ook een min. Wat is dan dit getal? Dan kijk je het eerste naar. Even kijken, positief of negatief, dan hoef je daar helemaal niet meer druk om te maken. Nou, min keer min. Of min keer plus geeft min. Dus een negatief getal. En met een keer een negatief antwoord. Ik zeg het fout. Een negatief getal keer iets geeft een negatief antwoord. Dan is dit dus. Nee, ik heb zo last van mijn pennetje. Als iemand een goed pennetje weet wat op alle laptops weet, wil je het dan even in de commentaren zetten. Want ik kan geen goed pennetje meer vinden. Wat op mijn laptop werkt. Dus negatief keer positief geeft negatief. En dan krijg je dus dat dit een positief getal moet zijn. Nu ben je klaar met de minnetjes. Dus de minnetjes, die heb je in orde. Dat is oké. Dan zie je staan de x. En hier de xy. Maar probeer een vast patroon te doen. En eerst de getallen te regelen. Hier staat eigenlijk min 3 keer x keer y. Dat staat eigenlijk. Hè? Dus die punten schrijven niet meer, maar ze staan er wel. Dus keer wat moet ik nu die min x doen? Ja, keer 3. Want zo kom ik aan deze 3. En wat moet er dan nog bij aan letters? De y. En dan klopt die, want min x keer 3i, en deze punt beter niet schrijven. Min x keer 3i levert dit op. Dus dan klopt die. En nu de laatste. Ik vind sommen met 10 en met 100 en zo altijd allemaal heel leuk. Daar gaan we. Min 10x keer puntje, 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 is 100xi. Eerst de minnen regelen. Eerst kijken voor het positief of negatief. Min keer min is plus, dus dit moet een negatief getal zijn. Zet dan het minnetje alvast weg. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik zal eventjes zo doen. Dan gaan we kijken naar de getallen. Is de minnen, de getallen, dan de letters. Nou, in orde maken. We gaan van 10 naar 100. Dan is niet keer 90. Dat is wel een verschil tussen 10 en 100. Maar het is een keersom. We zijn met producten bezig. Kun je hier aan zien aan die puntjes. Het zijn producten. Dus van 10 naar 100, dan heb je keer 10 gedaan. En dan hebben we nog bij de letters x, gaan we van xy. Dit is eigenlijk x keer y. Dus min 10i. En dan ben je er. Dat is hem.
Bedankt voor het kijken. Bedankt ook voor de Vind ik Leuk zijn de abonnees. Dat is voor mij gewoon heel leuk. En tot het volgende filmpje. Doei!